volledige dag gaan we spenderen in Ella. Goedemorgen, we hebben alles hier die nog zuipnat was gisteren met de haardroger. Beetje gedroogd, maar de zon is zo sterk nu. Dus dat we zeggen, van, we gaan het een beetje buiten hangen. En het ene droogt wel wat rapper dan het andere, maar het moet hier wel buiten blijven. Het is hier echt met die zon pokkenheet. Maar ik kan hier niet dat hier gewoon laten staan en naar binnen gaan. De aapjes zijn op de uitkijk. Hè. Dus ik denk als ik naar binnen ga, dat er een van die dingen hier, of misschien alles, verdwijnt. Dus ze stelen alles, je moet oppassen. Ze zijn wel grappig. Die een zit daar nu op een elektrische draad. Dat is precies een schommel dat ze gebruikt. Dat is echt grappig. Look. Amai. Het eerste dat we nu gaan doen is ontbijt. Weer op onze fantastische plek boven. Dat is altijd leuk met dat uitzicht. Veel trappenmel. Het ligt echt op de flank van een berg. Maar het is wel leuk. Kijk er naar uit voor die groene pannenkoeken hier tegen. Stutty. Dus we zijn hier aangekomen aan de stupa. Dus dat is ook een heilige plek. Waar je ook cursussen of kunt doen om te mediteren. Heel vroeg in de ochtend. En dat is... kijk hoe prachtig dat is. Het staat op top van de berg. Alle boeddha's zijn in plastic gewikkeld omdat ze aan het renoveren zijn. En ze moeten natuurlijk een keer renoveren, nee, anders ja, is het soms niet meer zo mooi. Dus ze hebben een keer gepraat tegen een boeddhist. Ze hebben dat hier beginnen bouwen in 2011. Dus het is een nieuw project eigenlijk. Maar ze bouwen het door middel van donaties 13 jaar al. Dus het is nog niet af. We dachten dat het vernieuwd was. Dat het aan het vernieuwen was. Maar eigenlijk nog altijd verder aan het bouwen. Moet een keer terugkomen wanneer dat af is. Misschien nog 10 jaar van hier. We hebben juist iemand ontmoet van Zweden die in Australië woont. Die is hier al 3 dagen gekomen. Dat is echt... prachtig. We zijn hier in Ella terug en vrienden van ons zitten hier iets te drinken. Zij zijn in Sri Lanka voor 14 dagen, een kleine 14 dagen. Wij zijn hier en we ontmoeten elkaar 1 dag hier in Ella. We wisten niet van elkaar dat we hier geboekt hadden. Maar goed, we gaan samen die wandeling doen. Let's go! Hallo! Dus we gaan... nu eerst naar Little Adams Peak wandelen. Een beetje vroeger of gepland. Het was even vanaf 3 uur weer al regen uit. En we hebben daar geen zin in. Geen, hè? Geen. Dus, we gaan eerst naar het punt. Little Adams Peak wandelen. En als we terugkeren is er dan een zipline. Dat we dan eventueel kunnen doen. Ik weet niet wie dat gaat doen. Arco gaat zeker doen. De zipline. Dus een beetje verandering van planning. We gaan eerst toch de zipline doen. En dan gaan we wandelen naar boven. Dan hebben we dat al gedaan. He. We gaan naar de zipline.
registreren. Je moet toch nog een uur wachten. En dan kan je doorwandelen naar Little Peaks. Little Adam Peak. Maar het is allemaal trap. Maar jongens, voor de mensen die niet zo in een goede conditie zijn, is het niet zo gemakkelijk. Dus Little Adam is niet zo Little Adam anymore. Nee, het is Little Adam. Little Adam. Ja, dat is een goeie. Hallo, we are at the peak. Dus dat is hier Little Adam's Peak. We moeten gewoon nu maken dat we terug naar beneden zijn voor de zipline en zorg dat je er gewoon meer tijd hebt om terug naar beneden te gaan. Dat je zeker toch een uur hebt wanneer je zegt 10 minuten naar boven, maar het is verder dan 10 minuten. Het is niet te doen. Dus, maar het is wel prachtig. How was it? Good. Everybody survived? Yes. All the fingers are there? Yes. De zipline was echt super. Er is hier ook een bar-restaurant met een infinity pool. Dus je kunt hier iets eten, drinken. En we hebben allemaal een klein beetje honger. Dus we gaan hier iets eten en drinken eigenlijk. Wow, pizza. Spaghetti. You can touch this. Can I touch it? No. No? Can touch it. Thank you. Dus dat was echt een hele leuke plek om te zitten, om te eten, om te drinken. Je kunt ook als je zwemgerief mee hebt, kan je dan ook in de Infinity Pool wat zwemmen. Dat is echt leuk. Dus eigenlijk als je naar Little Adam's Peak gaat, dan is dat gewoon aan de zipline dat je dat kan doen. Nu gaan we naar Ella en een tuk-tuk nemen naar de Rawana Cave Temple. Dus we zijn in Doha Cave Temple. Dus we gingen eerst naar een andere gaan, Rawana Cave Temple, maar dat is een heel kleintje. Deze is groter. De tuk-tuk chauffeur zei van ik ga je naar een mooiere plek nemen. En deze is 2100 jaar oud. Dus je moet soms ook wel geloven wat dat ze zeggen. Het begin bestond voor Christus. Ja. Hou dat gewoon in je hoofd, dat gewoon voor Christus is.
dus dat is hier zo mooi. En die berg is 450 jaar oud. Dus, en doordat het in een grot zit en nooit echt zonlicht ziet, is dat zo goed bewaard. Pizza, chicken tandoori, noodles, focaccia, yes, noodles, tandoori pizza. You don't cut your pasta. Pizza. Hawaii. Hawaii. Also very bad. Yes, another bad thing.